Het tweede spel was in Byron Bay. We moesten, eerst moesten we 15 man verzamelen. Niet iedereen wou. Uiteindelijk wel 15 man gekregen. We moesten dus vanuit de zee water naar boven zien te krijgen in een emmer die boven op de heuvel stond. Dan worden we helemaal zenuwachtig. Maar uiteindelijk hadden we wel weer meer Nederlanders en Australiërs, ja. Waardoor we dus een extra bekertje hadden. Ja. En ik denk dat dat uiteindelijk wel ons mee heeft geholpen dat wij uiteindelijk wel het meeste water in de bucket hadden. En ik denk ook wel dat wij... Ik heb echt mijn longen uit mijn lijf gerend, ja. Hoe meer water je had, kreeg je dus... Oh, je kreeg een extra fles voor het tweede spel. Een extra fles water. Ja, die mocht je... Ja. Want het tweede spel was de bedoeling dat je met je emmer water naar het lighthouse moet. Nou, je moet het even voor je zien. Wij zijn hier en lighthouse echt... Heel ver weg. Dus ongeveer Barcelona. Wat is het? Amsterdam, Barcelona, zoiets? Ja, of München. München, zoiets. Dat is niet echt heel ver weg. Ja, dat is wel ver weg, ja. En toen zagen we die meiden al weglopen de andere kant op, de parkeerplaats op. Ja, toen niet naar boven, wij, zeg maar. Zij gaan sowieso lift regelen. Dus wij echt direct op straat staan, voor auto's. Nou, de eerste reed wel door, nadat wij aan de kant gingen. Ja, wel nadat we aan de kant gingen. Wel. En de tweede, daar zaten nou 4 vrouwen in. Daar hebben we wel geluk mee gehad, want zij was echt, zij reed echt kapot. Ja, we moeten zo snel mogelijk naar het lighthouse toe. En we hebben zojuist een lift geregeld. En we hebben nu onze emmer met water. Our hero, really. Als je boven kwam, moest je nog kijken wie het meeste water had. Dus toen we boven waren en gingen vergelijken, toen de meiden er ook waren, hadden we nog wel meer water. Alleen, zij hadden van het eerste spel nog die extra fles water. Dus. Nu het flesje erin doen. Meiden, deze van jullie? Toen ging die er binnen en toen zagen toen we weer wat punten vergaan. Ja. Maar goed, alsnog, wij kregen 20, zij kregen 30. Ja. Schade beperkt gehouden. Dat betekent dat de tussenstand momenteel staat op 50 punten voor de dames en 20 punten voor de heren. Voordat de kandidaten het mooie kustplaatsje Byron Bay vaarwel zeggen, gaan ze met een kajak de zee op zoek naar dolfijnen. Ik weet dat we een keer op stap zijn gegaan. Was heel leuk. Was heel leuk. Zo, was ik dronken, man. Ik heb heel die cheeky monkeys hebben toen hebben iedereen om opdracht te doen. Vooral jij was echt fanatiek. Ik was echt fanatiek. Echt, ik ging echt door weer en wind. Met mijn dronken hoofd. Ik was Kim echt voor een uur kwijt. Die was alleen maar mensen aan het interviewen en vragen aan het stellen en opdrachten aan het afgaan. Ja. En dan zag ik er weer ergens, stond ze weer met de camera's weer iemand te filmen die ook super lam was. Ja. Maar ja, we hebben wel echt even. We hebben op een gegeven moment nog met heel die club daar de Polonaise staan doen. En, ja, Wonderwall gezongen. Wonderwall gezongen. Ja, was wel leuk. De kandidaten sluiten hun wilde nachten in Byron Bay af en reizen verder naar het noorden.
De Australische Gold Coast staat ook wel bekend als Miami van Australië. De toffe bars en clubs trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Wie verder kijkt dan zijn neus lang is, vindt een oase aan rust in de omliggende nationale parken. De lokale inwoners zeggen dan ook uitnodigend, come and discover the green behind the gold. De dames blijven achter in de Gold Coast om hier flink het gas open te kunnen trekken van een jetboot. De heren reizen ondertussen naar de hinterland voor een spannende zipline ervaring. Oké, we zijn klaar bij Treetop Challenge. Dan gaan we ziplinen. Alright. Brisbane doen de jongens enthousiast mee om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar orgaandonaties. In Noosa verblijven beide teams bij het paradijselijke eco-camping Noosa Habitat. Deze oase van rust doet de kandidaten goed. Ze kunnen zo fris beginnen aan de volgende opdracht. Oh ja, Noosa hebben we bij Habitat Noosa, ik weet ook niet hoe ik het uitspreek, maar daar hebben we geslapen. En dat was eigenlijk wel leuk, want dat was een beetje zo'n natuurachtige camping. Oh, ja. En daar hebben we echt wel triljoen, een beetje overdreven, maar wel veel kangoeroes gezien. Ja, bij rond 4 uur kwamen die allemaal het veld op waar wij stonden. Ja. Super veel kangoeroes, kangoeroe met een kleintje, weet ja, je nog? Ja, zo schattig in een buideltje. En je kon ook super dichtbij komen. Ja, nee, dat was wel echt leuk. En toen de dag daarna zonsopgang gezien. Oh ja, dat was ook mooi. Wel koud. Vroeg. En vroeg. Hoe maar wel mooi. Op? 5:30? Ja. Pittig, ja. Maar wel mooi. Thank you.
De ochtend begon al vroeg, maar wat was het ontzettende moeite waard. Het is nu echter wel tijd voor opdracht 3. Eerst moeten jullie over het meer steken. Je houdt de camping aan de linkerkant en je peddelt zo hard je kan richting de Victory Point. Daar leg je voorzichtig je kajaks aan, vind je en bevrijd je je mascotte. En dan keer je zo snel mogelijk om bij het Information Center. Dat is de finishlijn. Dus zodra jullie mij zien, geef nog even alles wat je hebt en mogen we de beste winnen. Ik ga aftellen en in 3... 2, 1, go! In deze opdracht draait alles om snelheid en samenwerken. De teams moeten in een zo kort mogelijke tijd met hun kajaks de Everglades door, op zoek naar hun mascotte. Zodra ze deze gevonden hebben, mogen ze omdraaien. Het team dat als eerste weer terug is, wint. Mentaal spelletje, maar als we gewoon een dikke voorsprong hebben, dan krijgt iedereen van, oh shit, ze zijn al verder. En dat gaat spelen in je hoofd, hè? Dus hij als een speer, hoor. Maar wel mooi synchroon. Wij gingen echt wel lekker, ja. Maar ja, we blijven gaan. We dachten, we moeten de voorsprongen bouwen. Toen kwamen we eindelijk bij zo'n informatiecentrum. En daar gingen we die rivier in. Dat was mooi daar. Ja, was echt. Daar gingen we de rivier in en allemaal bomen die over het water heen groeiden. Nou, ik wilde eigenlijk gewoon iets minder tempo. Maar ja, ik weet niet waar die vrouwen zijn. Ik ben nog steeds vol gas. Maar wij moesten onze mascotte opzoeken op een strandje. Moesten heen rennen. Nou, links, rechts, die was links, rechts, ergens door. Verstopt. Dus wij roei. Toen kwamen we bij zo'n strandje aan. En toen zag ik Henk al hangen daarboven in de boom. Voordat we überhaupt bij het strand... Die had je wel snel gezien, Jan. Voordat dus. We bij het strand waren. Maar, oh, die hangt wel hoog, zeg. Oh. Henkie. We're coming here to save you. Gozer. Oh. Hoe gaat het, jongen? Dachten we nemen haar nog. Nou, oh ja, Nijntje hing daar ook en die wilden we ook meenemen. Maar het moesten we eerst zoeken, dus wij eerst nog naar achter tussen die boten. Dan sliep we terug en toen bleek ze vet dichtbij die van ons te hangen. Ja, hing Nijntje wel wat lager. Ja. Dus wij Nijntje meegenomen gestolen. En Henk, kom maar even bij je badje in de onderbroek. Zo. Nou, dan vraag je bij me aan. In mijn onderbroek. Volgens mij heb ik Nijntje in mijn onderbroek gestopt. Heb ik hem in mijn onderbroek gestopt? Ik denk dat Nijntje in je onderbroek Volgens zat, mij in mijn onderbroek. Op een warm plekje. Ja, nou, maar dat is top. Dus toen kwamen we de finish. En als eerste. En toen waren de meiden er nog niet. Terwijl de jongens over de finish kwamen, waren de meiden verdwaald geraakt in de Everglades. Dus ja, we hebben daar nog geroepen, hallo, en dan hoor je echt hallo, 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 wordt er links of rechts, Maar uiteindelijk gingen we links. Ja, het moest rechts zijn. En toen waren we een beetje los. Ja, nou wel echt, ik heb nog nooit zo'n stilte gehoord. We hebben ook daar ook wederom afscheid genomen van elkaar. Ja. Was toch een fijn jullie te hebben gekend. Fijn deze reis met jou te mogen delen. Want het werd steeds, we waren nog volop aan het peddelen, want we dachten, nou, dan komen we straks op de locatie waar we onze mascotte moesten halen. En toen werd het steeds rustiger en het werd steeds stiller. En nou, er zat geen beweging in het water, dus wij dachten op een gegeven moment wel van, nou, ik weet niet of dit de goede kant is. Ja. Maar ja, we wilden eigenlijk ook niet het risico nemen, dus we zijn nog wel best wel een stuk doorgepeddeld. Ja. En toen uiteindelijk hebben we maar eventjes stilgelegd en gaan roepen en gewacht op hulp. Ja. En toen kwam. Op een gegeven moment, ja nee, ik kreeg nog wel in een microfoontje meedeen, maar ja dat... Toen moesten we
hun mascotte even verstoppen. Dus die hebben we opgehangen. Toen mijn eindje mooi opgehangen. Henk nog even zijn laatste woordje gedaan tegen een eindje. Dat was wel een beetje grimmig. Maar ja, toen zijn wij naar de finish gegaan en gewoon als meesters gewacht dat de vrouwen weer terecht waren. Ja. Nou, we zijn dus gevonden door... We zijn gered. En ja, ze hadden ons dus aan moeten geven bij een splitsing of rechts of links moesten. En daar waren ze even vergeten. Dus wij waren links gegaan en we bleken rechts te moeten. Dus vandaar dat we totaal de verkeerde kant op gingen. Hoe de finish eigenlijk had moeten gaan. Bring your mask on! Oké, dat was het einde van de race. Hebben jullie allebei je konijntje, je neentje, je mascotte? Volgens mij heet deze Henk. Henk, helemaal lekker. Jullie hebben hem ook. Ja, we hebben hem terug. Er ging een klein beetje iets mis. Ja, dat ging niet helemaal goed. Onze navigatie deed het niet. Nou, ik ben blij dat jullie ons gevonden hebben. Nou, ze hebben ons gevonden. Ja, dat betekent in ieder geval dat jullie 20 punten hebben binnengesleept. Ja, lekker. Yes, dan gaan we nu door naar de volgende opdracht. Nou, daar staan we dan. Op een prachtige plek hier in Nusa. Jullie tweede opdracht gaat zo beginnen. Dat gaat niet door ons georganiseerd worden, maar met de hulp van Isa van Tourism Nusa. Gaan jullie dadelijk het Nusa National Park in en daar moeten jullie bepaalde opdrachten gaan doen. Goedemiddag, hoe gaat het met jou? Heel goed. That's all the Dutch that I can talk. I lived in Groningen for 3 years myself, so you guys have won my heart already. But because you're girls, so you know, 50% each. So whoever wins this challenge today, I'll be really happy with. En welkom to Nusa. Ja, we gingen naar het Nusa National Park. En de eerste opdracht was, ik kreeg 5 vragen over het park. En er stonden allemaal informatieborden bij de ingang van het park. Een beetje kriskras door elkaar. Ik kreeg een biertje en hadden we 10 minuten om alle antwoorden te vinden. Dus dat was gewoon rennen als een gek. Ja. En er waren een paar vragen met jaartallen. Dus dacht ik, ga gewoon scannen op cijfertjes. Die hadden we vrij snel gevonden. Toen moesten de dieren. Dieren nog, ja. Wat een andere naam of zo van een dier was. En, maar ja, wat voor bedrijf zich daar wilde vestigen voor de. Ja, het ging echt over de historie van het gebied. Alleen, we hadden niet alles binnen 10 minuten klaar. Maar goed, de meiden ook niet. Dus toen was het even antwoorden geven en afwachten. Which natural resources attracted early settlers in the 1860s to the Nusa and Gympie area? I didn't understand the question. We have gold, timber and kinky. Perfect, great. So I'd say the boys are ahead now because they've got a whole question that you girls don't have. So what that means is pretty much the natural resources that they could find here in the soil, why settlers came here. En toen kwamen wij best uit de verf. Yes, is het punt te pakken. Ja. Toen doen we naar opdracht 2. Okay, we're gonna head into the national park now. So we are just here in the beginning, and our next challenge will be at beautiful Tea Tree Bay. Just here, popular spot for surfers. Toen gingen we naar het strand in het park, dus eerst een beetje een parkwandeling en super mooie omgeving. Echt heel vet. Ja. Toen kwamen we op het strand aan en toen moesten we zaklopen. Maar goed, dus kwamen we op het geniale idee om even duct tape om weer. Niet geschoren. Ja. Of gewoon lekker. Hoe raak je zoveel mogelijk beenhaar in een minuut kwijt aan zaklopen? Dus voordat we begonnen, er was al een marteling. Ja, dat was al een marteling.
Toen zaten we met onze voeten aan elkaar vastgetaped. En toen moesten we langs een lijn en dan moest je de grond aanraken en dan weer terug. Dus je had je linkervoet in de rechter en moest je tegelijk. Nou, dat ging. De eerste stap was helemaal mis. We hadden niet echt een tempo te pakken. Ah, maar we gingen nog wel lekker zo. Ja, oké, maar die meiden waren verder. Ja. En vooral bij de bocht naar links. Dus we kwamen bij de streep, voeten of handen aanraken. Toen waren we nog vrij gelijk. Volgens mij bouwden we juist te snel en gaan we daarom even mis. Ja. Op een gegeven moment heb je het tempo te pakken. En toen ging je echt als een speer. Ja, waren letterlijk ook, want zo gingen we ook over de lijn heen. En ik met mijn armen zwaaien. Nou, dan raak je nog wel eens wat. Ja. Ah, ook die hebben we gepakt. En toen, okay. Ja. Dat was lekker. De spannende dag vol uitdagende opdrachten werd afgesloten met de Sunset Cruise. Hier genoten beide teams van een heerlijk verkoelend drankje en het prachtig mooie Nusa. De teams komen zo aan bij het tweede onderdeel van de proef. Ze mogen hun buikjes vol gaan eten bij Dutchie's Bakehouse in Sippy Downs, Queensland. De bakkerij ligt in de buurt van de bekende Glasshouse Mountains, waar je ook de beroemde Steve Irwin Sue kan vinden. De bakkerij is door Jeroen Hullemans opgericht in 2008 en vult iedere ochtend de straten van het dorp met een heerlijke geur van verse broodjes en Hollandse lekkernijen. Ja, Dutchie's Bakery. Oh, die eetproef. Wij hadden, Kim en ik hadden, wij waren daar onderweg naartoe. En we hadden een paar games verloren die dag ervoor. En we hadden echt zoiets van, het maakt me niet uit wat ik moet vreten. Ik vreet het allemaal op. Rupsen, ja. Kikkers, slangen, krokodillen. We hadden het allemaal in ons hoofd. Ja. We dachten echt, het gaat echt een soort van expeditie Robinson proef worden. Dus wij dachten, maakt me niet uit wat het is. Ik vreet het op. Nou, we zijn vandaag in Nusa. In de buurt van Nusa, in Sippy Downs, bij de Dutchie's Bakehouse. Van Jeroen Hulleman. Het spel was zeg maar, je moest een dobbelspel, dus het Sinterklaas dobbelspel eigenlijk, dat moest je doen. Zes. Get a snack. Zes. Lekker. Lekker. Dankzij pakken. Wat jij wil, waar heb je meest zin in? Ik denk hier. Bart, jij bent. Nee, mag maar eerst eten, toch? Nee, maar dit is mijn bord. Je hebt niks. Oh, kut, dat is niet bij team. Nee. Oh, shit. Ja hoor. Kudos, get a snack. Oh, dat is jammer. Ja. Oh, lekker. En dan mocht je uiteindelijk steeds een hapje pakken. En dan uiteindelijk als je had gedobbeld dat je mag opeten, mag je hem ook opeten. Ik zo een snack. Lekker gas. Yes. Nou, kom maar hier. En er zat 1 euro in 1 van de hapjes verstopt. En als je die had, dan had je de joker die je kan inzetten bij voor een spel. En als je dan verliest, dan, of zeg maar als het andere team wint en wij hebben de joker ingezet, dan krijgen wij net zoveel punten als dat het andere team heeft. Waardoor je eigenlijk een soort van een keer kan verliezen zonder daar ver achteruit achter te komen staan. Ja. Oh, lekker! Oh, wat naar! Oh, lekker! Sander! Mijn stem is dan! Get a snack! Oeh. Oh, ik heb 2 snacks! Oh, vissen! 4! Ja! 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 Oh. Lekker man, geniet! Baltje! Oh, ik ben zo jaloers nou. Oh, ik ben lekker slaan. Ja, en toen had Kim, wat was het, in een oliebol? Ja, in een oliebol. Maar ik hou eigenlijk normaal niet van oliebollen. Maar
Maar we zeiden wel tegen elkaar van tevoren van, oké, waar denk je dat het in zit? En nou, ik had al wel, ik dacht dat het eigenlijk in een sushi zat. Of wel in alle dingen wat rond was op een of andere manier. Ja. Dankjewel voor het kijken van deze verrukkelijke aflevering. Kan jij raden in welk Nederlands gerecht die euro gaat zitten? Laat het achter in de comments van deze video. En misschien maak jij kans op een 10-daagse trip door de Outback van Australië met een Nuclear Traveler. Ook wil ik twee sponsoren even speciaal bedanken voor het maken van deze aflevering. Backpack Nusa en Destination Gold Coast. Twee ontzettend mooie gebieden die je zeker moet zien aan de Oostkust. Vergeet niet je te abonneren op alle kanalen van Nutri Travel, zodat je op de hoogte blijft van de volgende aflevering. Tot de volgende keer!